als de omstandigheden spannend zijn en je niet alles kunt voorspellen, want dat is de mooie analogie met dat oceaanzeilen en hoe wij nu allen werken, is dat je als schipper in je eentje never nooit meer genoeg bent om alle data te verzamelen, te duiden en de juiste beslissingen te maken. Je hebt bemanning nodig die jouw oren en ogen en breinen is. Je hebt, wat Bart net zei, perspectieven nodig in zo'n team die met nieuwe ideeën komen, die innovatief en creatief zijn. Zodanig dat je wendbaar steile leercurves in zo'n team kunt creëren. Dus als schipper in je eentje kan het niet zo zijn dat jij degene bent die alles bepaalt. Want dan ben je gewoon in je eentje niet meer slim genoeg voor. On the other hand is het zo dat onze schipper daar heel veel moeite mee had om van dat voetstuk af te komen. Want die crewmembers die hebben hem daar graag. Die zeggen, ja, hij neemt de verantwoordelijkheid om 9 levens over die oceaan heen te sleuren. En dat zie je natuurlijk hier aan tafel. Dat zie je in bedrijven heel erg aan de hand. Je moet zorgen dat je het personal leadership in organisaties en teams enorm versterkt. Want dan krijg je meerdere perspectieven. Dan word je wendbaar om snel in die snel veranderende wereld te kunnen reageren. Dan moet je persoonlijk leiderschap empoweren. En tegelijkertijd wordt er naar jou gekeken when it's going to get tough. Dan moet je een stevig kompas hebben om op te varen als individu. Maar ook als team een kompas hebben om op te varen. Waar je elkaar aan kunt houden.